Hoe zorg je ervoor dat demonstraties vredig verlopen? Het Openbaar Ministerie luistert dit weekend mee met toespraken op een pro-Palestina-mars in Amsterdam. Ook andere landen worstelen. In Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk zijn pro-Palestijnse demonstraties verboden. Ja, Europese hoofdsteden die zijn dus eigenlijk strenger dan wij, zou je kunnen zeggen. Want in Parijs, Berlijn en Wenen zijn ze vooraf verboden. Bent u blij dat de mars in Amsterdam zondag wel doorgaat? Nou, kijk, het recht van demonstratie is een groot goed. Hè. Dus het is belangrijk als je je ergens over wil uiten dat dat gewoon openbaar kan. Alleen we hebben ook nog fatsoen, hoe we met elkaar omgaan. En wat we bijvoorbeeld afgelopen weekend hebben gezien, hè, de gruwelijke aanslagen in Israël. De lichamen waren nog niet koud. Of er gingen mensen met Palestijnse vlaggen hangend uit een raam en toeterend door de stad rijden. Ja, dat is echt walgelijk. En ik vind dat we dat ook moeten gaan verbieden. Dus... We zien nu dat andere landen dat ook doen. Wij hebben als CDA al eerder een wetsvoorstel ingediend om de verheerlijking van terreur om dat te verbieden. Ja. Alleen toen was er nog geen politieke meerderheid voor. Dus we hopen nu dat is veranderd. Ja, maar dan zegt u de verheerlijking van terreur. Dat lijkt me ook alweer moeilijk. Want je kan toch gewoon zondag de straat op gaan en medelevend zijn aan de mensen in Gaza. Zeker. Zonder terreur te verheerlijken? Zeker. Nee, en ik snap dat het onderscheid moeilijk is. Kijk, het voorbeeld wat ik van afgelopen weekend. Hè, dan is het duidelijk een één-op-één relatie tussen de verschrikkelijke terreuraanslagen die zijn geweest. En de manier hoe je ook uit, hè, op een vrolijke, feestvierende manier. Ik denk dat we daar allemaal van kunnen stellen dat dat onwenselijk is en dat we dat ook moeten verbieden. En natuurlijk snap ik ook dat er mensen zijn, de beelden van Gaza nu, mijn hart huilt daar ook van. Als ik die kleine Palestijnse kinderen zie die aan niks kunnen doen en net zo lijden onder het terreur van Hamas als de onschuldige Israëlische burgers. Vind ik het logisch dat je ook een moment moet hebben om als samenleving medeleven te uiten voor de Palestijnen. Dus dat dilemma snap ik. Tegelijkertijd zag ik de aankondiging en dan zie je de plek die oorspronkelijk was gekozen bij het monument van de dokwerker, die natuurlijk opgericht is naar aanleiding van de februari-staking in de Tweede Wereldoorlog als steun voor de Joden die toen werden vervolgd. Denk ik, nou, dat lijkt me dus echt een goede plek om daar te gaan demonstreren. En ook als je ziet... Dat is ook aangepast, hè? Dat is inmiddels aangepast, maar als je ook ziet... mensen die zich al hebben opgeroepen om daar te gaan demonstreren, dat zijn vaak mensen ook die waarvan we weten dat die bepaalde leuzen, bepaalde uitingen altijd uiten. En dan denk ik, ja, daar kan je misschien wel een beetje voorzorgsmaatregelen nemen en zulke demonstraties verbieden. Helemaal verbieden. Nou ja, kijk, ik denk als je duidelijke aanwijzingen hebt dat het uit de hand gaat lopen, dat het op verkeerde plekken gaat plaatsvinden, dat er mensen bij betrokken zijn en groeperingen bij betrokken zijn die een hele slechte track record hebben, ja, dan denk ik dat we de samenleving, en in het bijzonder de Joodse samenleving, dit moeten besparen, ja. Maar dan ontzeg je dus ook mensen om hun steun te betuigen aan precies die mensen in Gaza die daar nu in die verschrikkelijke situatie zitten. Vindt u dat dan verantwoord? Nee, kijk, ik denk dat je altijd moet kijken van hoe je... En ik snap ook dat daar het dilemma zit. Ja. Hè, want waar trek je... En wie bepaalt dan precies wat dan mag en niet mag? Precies, en waar trek je die grens? Dat snap ik. Dus je moet daar altijd heel goed en nauwkeurig naar kijken. Tegelijkertijd, als wij gewoon al zien dat bepaalde mensen die altijd de oproerkraaiers zijn, zich ook hier alweer inmengen, dan zou ik ook oproepen naar die organisatoren van deze demonstraties. Neem zelf ook je verantwoording en ga er ook zelf veel strenger op zijn. En helaas zien we bij bepaalde demonstraties, en vooral deze demonstratie, dat vaak niet gebeurt. Dat er antisemitische leuzen worden geuit. Dat Hamas-vlaggen mee worden gedragen. Dus ik vind ook dat we een verantwoording neer moeten leggen bij de mensen die deze demonstraties hebben. Wil je demonstraties voor mensen in Palestijnse gebieden? Wat ik heel goed begrijp, want die ellende is er ook. Maar dan heb je ook een verantwoording om te zorgen dat er niet bepaalde leuzen, dat er niet met Hamas-vlaggen wordt rondgezet, dat je niet op bepaalde plekken die gevoelig liggen... De organisatie die heeft dus nu ook gezegd, neem alleen Palestijnse vlaggen mee en laten we zorgen dat het niet uit de hand loopt. Even over dat wetsvoorstel, hè, wat u in 2017 al indiende. Dat strandde dat jaar bij de Raad van State, omdat het dus best wel moeilijk handhaafbaar is. Ziet u dat nu voor zich? Ja, ik denk dat je heel goed kan zeggen, hè, bijvoorbeeld... dat je het moment dat er wordt gedemonstreerd, dat je dan prima kan zeggen, nou, dit moment vinden wij als samenleving ongepast. Dus ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld aankomend weekend, dat dan goed is om je solidariteit met de Palestijnen te kunnen tonen. Maar ik denk dat we met elkaar allemaal eens zijn dat het moment van afgelopen weekend, dat onacceptabel is. Dat je, wat ik al zei, de lichamen zijn nog niet begraven.
dat je dan gaat uitkiezen om op een feestvierende manier te gaan demonstreren. Ik denk dat we daar allemaal van mening zijn dat we daar echt wel een grens kunnen trekken van jongens, dit moment is gewoon ongepast.